We kijken naar welvaart en schaarste. En nou ja, om maar gelijk te beginnen. Welvaart is een belangrijk begrip in de economie. En welvaart wil eigenlijk zeggen in hoeverre je in je behoeften kunt voorzien. In hoeverre je in je behoeften kunt voorzien. En in je behoefte voorzien doe je met behulp van middelen. En de middelen die zijn hopelijk wel bekend. Dat is bijvoorbeeld geld. Dat is bijvoorbeeld tijd. Geld, tijd, spullen die je hebt. Maar dat zijn bijvoorbeeld ook voor bedrijven, grondstoffen. Nou, het probleem is dat het eigenlijk van alles te weinig is. Iedereen heeft altijd te weinig geld, te weinig tijd, te weinig bezittingen. Bedrijven hebben vaak te weinig grondstoffen. En daardoor kun je dus minder goed in de welvaart voorzien. En als je het hebt over schaarste, schaarste wil zeggen dat er moeite gedaan moet worden om producten te maken. En dat wil eigenlijk zeggen, er is te weinig. Zoals ik net al zei, er is altijd te weinig geld, altijd te weinig tijd. Mensen hebben te weinig spullen, bedrijven hebben te weinig. En schaarste maakt het moeilijker om in de welvaart te voorzien. Je zou dus kunnen zeggen, als de schaarste, als die lager wordt, dan gaat de welvaart omhoog. Want dan kunnen mensen makkelijk in hun behoeften voorzien. Wordt de schaarste groter, dan gaat de welvaart omlaag. En je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan de oogst van koffie. Als die mislukt, dan zijn koffiebonen schaarser en dan wordt koffie duurder en dan zullen mensen meer moeten betalen voor een pak koffie en daardoor hebben ze minder geld over om andere dingen te kopen. En nou ja, dan neemt hun welvaart dus af. Maar onthoud, welvaart is de mate of in hoeverre je in je behoeften kunt voorzien. Dus in hoeverre kun jij de dingen doen die je wilt doen. Heb je daar genoeg tijd voor, genoeg geld voor, heb je genoeg spulletjes of heb je genoeg goederen? Dan kun je beter in je welvaart voorzien. En nou ja, bij schaarste, er is dus van alles te weinig. En er moet dus moeite gedaan worden om een product te maken. Dat kost geld, tijd, machines, grondstoffen. En tot slot, als de schaarste minder wordt, zal de welvaart hoger worden. Wordt de schaarste lager, dan dat is hetzelfde. Wordt de schaarste groter, dan zal de welvaart afnemen. Dus schaarste omlaag, welvaart omhoog. Schaarste omhoog, welvaart omlaag.